over je kamer. Ook naar links draaien. Links draaien. Zo. Een seconde is dat. Nee, nog niet. Dan stop. Bent u? Ik ben Anton van Zekker, vader van 4 kinderen en de stad Rotterdam. Oké, en hoe vaak bent u bezig met uw kinderen? Om eerlijk te zeggen, mijn kinderen zijn 3 zijn groter. Ik heb nog een stiefdochter ook, dat 21 jaar is, dat ook in de naag op HBO Drenthe zit. Ze zijn meestal bezig met eigen boek om te leren. Dus helemaal goede leerbare jongens en meisjes wat ik heb. Maar als ik tijd heb, had ik samen met die kleine wat ik nu heb, af en toe wel eens naar de voetballen. Of ergens een speeltuin gaan spelen. En geef ik hem ook les, ook net als jullie, voor de video en film maken ook. En zo gaat het. En probeer het ook een beetje in de touw erin te kunnen brengen. Dat hij kan de stepvoet kunnen nemen voor die anderen, wat allemaal geluid is. Oké. Welk onderdeel vond u het leukst over de Vaderweek? De leukste wat ik vind van de Vaderweek, het is een beetje moeilijk om het te zeggen, maar dat alle vaders een beetje aandacht naar hun kinderen kunnen brengen. Als de kids met de vader erin spreken of de vader, probeer altijd open te kunnen zijn met de eigen kinderen. En de kinderen kunnen gewoon altijd naar de ouders toe, naar de vader. En spreken net met veel respect mee. Kan ze ook met respect kunnen gesproken worden. En als beschouw je vader als een vriend. En je vader kan je ook beschouwen als een zoon en een vriend. Tijdens de moeilijkheden spreek je altijd met je vader mee. Misschien kan ze altijd jou kunnen helpen. En de vaders hebben ook een verplichting voor de kinderen om bijvoorbeeld nu, dat is de Vaderweek. Maar ga je samen met je kinderen ergens, of naar een McDonald's, of ergens naar een park, of naar de dierentuin, tijdens de Vaderweek. Dit is de motivatie voor je kinderen. En als een kind wil je ook met naar de voetballer toe gaan, probeer gewoon tijd daarin te brengen. Of wat voor sport dat de kind doet, omdat beweging, sport is heel goed voor een kind. En gezond ook. En de vader moet de kids altijd stimuleren. En dat was het wat ik vind over de Vaderweek.